U luistert naar Slotstad Radio. Fijne mensen binnen. En dat zijn Peter van Achterberg, Danielle Rodenburg en Adrie van Veenendaal. En we mogen je en jij roepen, dat vind ik altijd heerlijk, want dan worden we gewoon gezellig warm bij elkaar. En Peter van Achterberg, jij bent van de Biga Groep in Zeist. Wat is de Biga Groep? De Biga Groep, dat is een bedrijf wat de wet sociale werkvoorziening uitvoert voor de deelnemende gemeenten. En dat zijn onder andere Zeist, Utrechtse Heuvelrug, Wijkbeduursteden, Bunnik, De Bilt, Maren. Dus dat is eigenlijk regio Midden-Nederland? Dat is het, de regio. Is Biga Groep ook buiten dat regiogebied te herkennen of heet het dan anders? Ze zijn daar wel eens actief buiten de regio, maar toch meer binnen de regio. Ja, dus het is heel fijn dat wij dat hebben. Ja. Onder andere onze groenafdeling bijvoorbeeld, ja. Die is heel herkenbaar aanwezig. Momenteel zijn wij erg druk met de bladcampagne. Ja, dat zal. Ik wou ze in de tuin al hebben, de bladcampagne. Ja, Adrie is daar onder andere. Die kan dus misschien straks wel wat over vertellen. Die mag zelfs daarover vertellen. Ja. Maar jullie hebben verschillende facetten die jullie beetpakken. Het gaat om mensen die op een afstand staan van de arbeidsmarkt. Hè? Ja. Daar gaat het over. Wij voeren de wet uit voor die gemeentes. Ja. Ja, en dan heb je mensen met een beperking. En dan heb je dus de catering, je hebt de bladvoorziening, je hebt groenprojecten. En wat heb je nog meer? Wat sla ik over? Schoonmaakprojecten? Wij hebben een extern bedrijf. Het extern bedrijf, dat is dan De Groen en het schoonmaakbedrijf. Die werken veelal, De Groen sowieso buiten. En schoonmaak, die zitten dus ook veel op locaties bij bedrijven in de regio. Dat is schoonmaken. Daarnaast hebben we ook nog een intern bedrijf. En een intern bedrijf, daar werkt bijvoorbeeld Danielle. En het intern bedrijf, dat is voor de mensen die dus echt niet buiten kunnen werken. Die werken bij ons binnen. Ja. Daarnaast hebben we ook nog onze Bigabanen. Dat is een afdeling waar mensen zitten die gedetacheerd worden. Dus die dan zelfstandig bij een bedrijf werken. En die dan begeleid worden door Bigabanen. Door bijvoorbeeld een jobcoach. Mooi project allemaal, toch? Het zijn prachtige projecten. Fantastisch dat het er is. Ik ga even de microfoon geven aan Danielle. Hallo Danielle, hartelijk welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Kun jij vertellen hoe jij bij de Biga terecht bent gekomen? Hoe kwam dat? Ik heb eerst op school gezeten. En toen hebben ze mij getest op de Biga. En ik moest 3 maanden voor proef. Ja. En toen vonden ze het toch een beetje lastig misschien voor mij. En toen hebben ze het nog een keer geprobeerd. En zo ben ik eigenlijk bij de Biga terechtgekomen. Dus eerst was er een kleine proef en dat was nog een beetje lastig. Want je komt natuurlijk toch, je hebt een beperking. Zo, daar kun je niet omheen. Nee. Dus daar moesten ze gewoon even naar kijken van kan dat of kan dat niet. Ja. Maar later ben je ingestapt en je hebt al een groot jubileum achter de rug. Ja, 25 jaar. Het is ongelooflijk. Ja. Je bent in 1991 bij de Biga gekomen. Ja. En hoe kwam je daar binnen? Wat moest je toen doen? Of mocht je alleen nog maar in een soort lering? Nou ja, een soort trainingsafdeling was dat. En dan moest je eerst allerlei kleine dingetjes doen en kijken voor de fijne motoriek. Maar dat is voor de hand niet zo makkelijk. Nee. En toen kwam ik op te verpakken. En daar hadden we opeens heel veel werk en later niet meer. Maar ik vond het op een gegeven moment toch niet meer zo leuk. Nee, maar als je iets heel lang doet, kan het ook een beetje gaan vervelen misschien. Dus toen op een gegeven moment gingen ze de defensie opzetten. En ik vond dat wel heel leuk. En toen mocht ik daar een keertje naartoe. Iets heel simpels doen. Papieren bij elkaar stapelen en dan op volgorde leggen. En toen gingen ze nog verder kijken. En toen bleek dat toch wel geschikt voor mij was. En nu zit ik vanaf 2010, geloof ik, zit ik al bij de Defensie. En dan ben je aan het inpakken of sorteren? Nou, wat moet sorteren. Je doen? Kleding moeten wij sorteren. Oh, van de ene bak naar de andere bak. En dat zijn militaire kledingstukken? Dat zijn militaire kledingstukken. Dat is spannend. En dat zit helemaal onder de Sahara-zand. Soms hele bossen.
En wat goed is, dat bewaren we. En wat niet goed is, dat wordt vernietigd. Zo, maar dat is een mooie klus. Ja, dat is een hele mooie klus. En nou hebben we voor 8 jaar hebben we een contract. Fantastisch, dus jij zit snor, toch? Ik zit wel snor, ja. Daniel, vind je het vervelend? Je mag ook nee zeggen, maar vind je het vervelend als ik vraag, wat is jouw beperking? Nou, dat vind ik niet erg. Ja, vroeger bij de geboorte heb ik zuurstofgebrek gekregen. Ja. En daardoor kan ik mijn rechterhand niet zo goed gebruiken en loop ik niet helemaal zoals het moet. Maar je koppie is goed. En mijn koppie is gelukkig goed. Nou, dat bedoel ik. En dat hebben we nodig. Vanmiddag zeker, maar alle dagen. Ja, ja. Ik ga even naar jouw buurman. Dat is Adrie van Veenendaal. Jij ook hartelijk welkom. Ja, goedemiddag. Ja, Adrie, hoe ben jij bij de Biga gekomen? Ik ben bij de Biga gekomen. Voorheen heb ik in de bouw gezeten. Ja. En op een gegeven moment bij het Utrechtstadion aan de overkant, dat is ook iets van de militaire afdeling. Ja, die Kromhout, of niet? Ja. Is dat de Kromhoutkazerne? Ja, dat klopt. Daar heb ik voorheen blokkenlijmen gedaan. Ja. En op een gegeven moment, op een windige dag, ben ik van de eerste verdieping naar beneden gevallen. Zo zeg, dus echt een ongeluk. Ja. Toen ben ik op een betonnen vloer gevallen en toen heb ik mijn elleboog verbruist, mijn knieën verbruist en mijn pols. Dus ik moest stoppen, want ik was 7 jaar voor mezelf bezig, zzp'er. Ja. En toen heb ik even thuis lopen en toen heb ik even in de schoonmaak gezeten. Ja. Maar dat beviel me niet zo binnen. En op een gegeven moment. Je bent een buitenmens. Ja, ik ben echt een buitenmens. Ja, dat kan ik hou niet van binnen werken. Nee. En dat weten ze ook bij de bieren. Af en toe een uurtje, maar het liefst maar gewoon buiten. Buiten. En op een gegeven moment hoor ik via die daar werkte dan. Die was ook voorman. Die liep in de beeld, Frits Verdrie. Die zei op een gegeven moment, je moet eens bij de Biga proberen of je daar terecht kan komen. Ja. Dus heb ik formulier ingevuld. En toen ben ik voor mijn indicatie geweest bij een dokter in Utrecht. En die heeft mij toen gekeurd. Want dan moet je gekeurd worden staat bent om bij de Biga ook nog een functie te vervullen. Zo gaat het. Ja, precies. Ja. En op een gegeven moment, ik was op een gegeven moment thuis, kreeg een brief binnen van dat ik bij de Biga kon beginnen. En vandaar? Ja, daar loop ik nog steeds. En hoe ervaar je het? Hoe vind je het? Ik vind het hartstikke leuk bij de Biga. Ik heb al eens gezegd tegen de jongens ook, ik had er 20 jaar eerder moeten beginnen. Ja, maar jij toeviel je nog niet van het blok af. Maar qua werk en met de mensen en zo en buiten. Je voelt je prettig. Ja, echt. Is het zo, Peter, ik weet niet of ik dat aan hun mag vragen. Krijgen zij salaris? Zij krijgen dit is normaal gewoon betaald salaris. Werk. Ja, het is gewoon betaald werk. Hartstikke fijn, toch? Ja. En hoe worden die testen? Hè? Danielle heeft het over, ik krijg een training, ik word getest. Adrie heeft het over, ik krijg een test. Hoe moet ik dat voor me zien, Peter? Nou, je hebt een beperking en je wordt gekeurd door een arts. En dan wordt er gekeken of je tot de doelgroep behoort. En want wie vallen er buiten dan? Wie vallen er buiten bijvoorbeeld? Wij. Wij, ja, dat snap ik, ja. Nee, maar ik neem aan dat dat wij ons niet zomaar laten testen. Nee, dus nee. Is er nog een ander mensen criterium? Mensen met een beperking, ja. Die meestal langdurig werkeloos. Zeg maar als je gezond... Beperking kan van allerlei aard zijn natuurlijk. Ja. En dan moet je een indicatie krijgen. Het kan ook gewoon een sociale beperking zijn. Mensen die toch echt al psychisch... in nood zitten, die echt niet aan de bak komen en die daardoor toch behoorlijk psychische klachten krijgen. Ja. Ook die kunnen in aanmerking komen. Mooi. Ik vind het al een heel mooi rond verhaal, maar we gaan zo meteen graag verder. We gaan even naar de muziek. Ja? Studio met 3 lieve mensen en dat is Peter van Achterberg en Danielle Rodenburg en Adrie van Veenendaal. Allemaal betrokken bij de Biga Groep Zeist, maar ik wil van Peter, want jij bent jobcoach de laatste tijd, maar ook al heel lang, al 30 jaar leidinggevende. Wat is nou die Biga Groep, waar is dat uit ontstaan? Want dat vind ik nou voor de luisteraar zo leuk om te weten. Ja, de Biga Groep is ontstaan. De meeste mensen in Zeist kennen wel, denk ik, de sociale werkvoorziening. Ja. Ik ben zelf in 1987 gestart bij de Stichting Sociale Werkvoorziening Zeist en Omstreken. Ja. Nou, dat was toen de tijd nog een open eindfinanciering, zoals ze dat noemden. Dus eigenlijk, wat de stichting tekort kwam, dat werd gewoon van Rijksoverheid aangevuld. Ja, dat liep op een gegeven moment een beetje de spuigaten uit. Dus dat werd op een gegeven moment de budgetfinanciering. En dat was in de tijd, de naam is toen de tijd ook gewijzigd aan naar de SWZ. Ja. Bij velen wel bekend. Sociale Werkvoorziening Zeist en Omstreken.
Dat is vanaf 1989 zo'n beetje geweest. En tot aan 2009. Vanaf 2009, toen heeft het wat gerommeld binnen de sociale werkvoorziening. We hebben toen een interim directeur gekregen. En we zijn, die interim directeur is aan de slag gegaan. Wat is nou de beste weg voor de sociale werkvoorziening? En uiteindelijk is de BIGA op de proppen gekomen. En de BIGA die is ontstaan door Bartimeus. Inclusief groep, dat is ook een sociale werkvoorziening. En Abrona, dat waren dus de aandeelhouders van de BIGA. Die hebben dat overgenomen. BIGA is er ook wat slagvaardiger geworden. Doordat zij de aandeelhouders waren, was het met beslissingen was het wat makkelijker te nemen. Dat ze buiten het, de gemeentes om konden. Het is ook commerciëler geworden. En gezonder. Dat met name BIGA, als we nu naar de BIGA kijken, is gewoon een gezond SW-bedrijf. Ja, eigenlijk een onderneming. Een onderneming, en, ja. En die letters, wat je net noemde, Bartimeus inclusief groep. Inclusief groep. Is dat woordje BIGA? En Abrona. Dat is grappig. Daar is de BIGA, ook, dat zijn de letters. Ook heb ik nooit geweten. Ja. Zie je dat ik hier ook nog weer leer vanmiddag. Ja. Heerlijk. Ja. Ik wil nog even naar een van je lieve medewerkers, en dat is Danielle Rodenburg. Danielle, wat betekent het werken bij BIGA voor jou? Nou, ik vind het wel fijn om daar te werken, omdat ze houden wel rekening met je tempo. Ja. En als ik in een gewoon bedrijf zou gaan werken, dan moet alles snel. En nu moet het soms ook wel snel, maar als het niet af is de ene dag, dan zeggen ze vaak van laat maar liggen. Dan kan je het de volgende dag afmaken. Het is niet zo dat als het niet af is, dat je gedwongen wordt om toch die dag langer te blijven of wat dan ook, nee, om het af te krijgen. Nee. Dat hoeft niet. Nee, en ze zijn echt heel, heel medewerkers. Want, ja. Vorig jaar had ik mijn hand gebroken. Ja. En ik ben er een jaar uit geweest. En het was echt verschrikkelijk. Want ik was gewoon helemaal chagrijnig. En ik wilde gewoon werken. En ik kon helemaal niks. Want het was mijn goede hand. Dat is echt heel erg. Dus dan het was heb je echt een heel mindere hand. En, en dan een hand die goed is en dus die breekt. Dus op een gegeven moment ben ik gewoon een paar keer daar gewoon gaan eten. En gewoon van alles gaan doen. En dan houden ze ook best wel rekening mee. Van dat je rustig aandoet. En als het niet gaat, dan ga je even zitten. Of even andere dingetjes doen. Want Danielle, waar doe jij dat werk, dat pakken? Zit jij dan in Soesterberg? Of komen die pakken die jij uit moet zoeken? Nee, dat komt bij jullie. Dat komt bij ons. En waar het is komt dat uit Soesterberg. Ja? En dat gebeurt gewoon bij ons op de BIGA. Op onze afdeling van de Defensie. Ja, maar waar zitten jullie dan? Want het hoofdkantoortje zit in, of het hoofdkantoor zit in de Torbekkenlaan. Ah ja, waar alles zit op de Torbekkenlaan. Alles zit daarbij. Oh, dat wist ik niet. Ja, jullie hebben alle mensen bij elkaar zo'n beetje. Wat binnen blijft. Ja. Wat naar buiten gaat, die zie ik langskomen wat naar buiten gaat. Ik ga even naar Adrie van Veenendaal. Adrie, jij zit in die buitenploeg. Ja. Waar zit jij bij? Zit je in het blad? Soms ik in het groen. En nou in het blad. Ja. En hoe ziet jouw dag eruit als je begint te werken? Hoe ziet jouw dag eruit? Nou, als ik 's morgens op mijn werk kom, dan open ik eerst tegenwoordig de zaak. Ja. En dan komen de mensen binnen, nemen een bak koffie. Ja. En dan kwart vragen, gooien we de blazers op de bus. En dan gaan we naar de kluis voor de benzine te pakken. Ja. En dan hebben we een groepje aangestuurd gekregen. Die gaan dan mee in de bus. En dan ga ik gewoon naar mijn wijk. Ik zit zelf hier in West. Ja. Met blazen, met onderhoud. Want je hebt ieder je eigen wijk? Ja, ieder heeft zijn eigen wijk. De ene zit in Bossenduin en Dolde. De andere zit in het centrum. En ik heb datzelfde wijk hier in West. En ben jij een soort baas over het groepje wat je meeneemt in de bus of niet? Ik ben sinds een maand of vijf, zes ben ik eerste medewerker. Nou, dat is fantastisch. Ja. Maar je rijdt niet die bus, die wordt gereden. Nee, je rijdt zelf ook de bus. Ja. Jullie rijden ook zelf. Ja. Prachtig. En dan ga je aan de gang met elkaar? Ja, met een groepje van vijf. En wie maakt dat plan, wat je moet gaan doen die dag? Dat is mijn teamleider dan, Peter Spanje. Ja? Die geeft dan in het begin van de maandag meestal de straten op. Die moeten? Ja, die zal eerst gedaan worden. En dan gaan we meestal naar een brug hakken. De wijken in en dan schoon blazen. En Adrie, de mensen waar jij mee werkt, zijn dat toevallig allemaal mannen of kunnen er ook vrouwen in de buitendienst zitten? Ik heb toevallig, dit is voor het eerst dat er nou bij ons een vrouwelijke voorman is. Ja. En die zit toevallig nou bij mij
In de groep met groen. Ja. Maar met blad zit ze op de begraafplaats, bladruimen. Dus dan is ze niet bij jou? Nee, nee, nee. Ik loop nou gewoon met 5 jongens. Maar is het nou ook zo, Adrie, ik weet niet of het een lastige vraag is, maar doordat je zo hecht met elkaar bent en eigenlijk samen in die biga-groep zit, krijg je daardoor een hechtere band? Want je hebt allemaal, de mensen waar jij mee werkt, die hebben allemaal iets, en dat bedoel ik niet lelijk, maar die hebben allemaal een beperking. Ja, dat klopt. Maar bij mij in de groep heel toevallig, ik kom zelf ook, ik woon vlak bij de biga. En de meeste jongens waar ik mee werk, die komen ook uit die buurt. Dus ja. Die ken ik al van vroeger. Die kende je al. Ja. Dus de binding is er al. Ja. Hoe is dat voor jou, Danielle? Met hoeveel mensen werk jij bij Defensie? Bij de pakken sorteren? Ongeveer, hoor. Dat... Ik zou het niet weten. Heel veel, volgens mij. Oh, heel veel. Maar werk je in een ruimte waar jij alleen staat? Of nee, het is een hele grote ruimte waar wij werken. En... Ja, het is heel erg uitgebreid, want we hebben ook opmaak erbij. Dan moeten ze kleding uitzoeken op nummers. En. Dus je doet het met heel veel mensen, anders krijg je het helemaal niet af. Ja, ik weet niet precies hoeveel, dat zou je aan misschien, Peter moeten vragen. Misschien kun jij dat goed verwoorden. Ja, op Defensie, daar werken wel zo'n 50, 60 medewerkers. Dat is veel, ja. Het is ook aan het uitbreiden, want Danielle vertelde daar straks al dat wij vanaf november is het ons gegund voor de komende 8 jaar. Dat is fantastisch, want wie haalt zo'n opdracht binnen? Dat wil ik wel even tussendoor weten. We deden de opdracht dus al de afgelopen 4 jaar. Ja. En het contract is was afgelopen, dus er moest opnieuw aanbesteed worden. En dat is ons gegund. Ja. De aanbesteding, hoe zou ik dat zeggen, waar eigenlijk de aandacht op gevestigd was, dat was op het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja. Daar werd dus ook duidelijk naar gekeken van, hoe werkt de biga? Wat is de afstand bijvoorbeeld van de biga naar de KPU? Ja. En dat is ook een van de doorslaggevende dingen. Wat wij is KPU zitten, voor de luisteraar? KPU, dat is de kleding... moet ik even denken hoor. Kleding... dat geeft niet. Particulieren... Organisatie? Uitrusting. Uitrusting. Kleding, persoonlijke uitrusting. Persoonlijke uitrusting. Ja. Dat de KPU. Dat KPU, is hem. Kleding, persoonlijke uitrusting. Ja, al die uitdrukkingen. Het KPU-bedrijf zit dus in Soesterberg. En de afstand Soesterberg-Zeist is vrij gunstig. Dat is heel fijn. Ook weer. De CO2-uitstoot was ook belangrijk. Ja, maar Peter, het zal ook zo zijn dat ze zo tevreden zijn over de mensen van de biga in Zeist en omstreken die dit werk doen, dat daardoor die aanbesteding misschien ook gehonoreerd wordt. Dat kan natuurlijk ook een grote rol spelen, dat het gewoon goed gebeurt. Ja. En worden zij dan, onder andere Danielle, maar al die andere, misschien 59 mensen of 49 mensen, worden die betaald door Defensie? Nee. Dat gaat weer via een andere route. Ze zijn allemaal in dienst bij de biga. Allemaal in dienst bij de biga. En de biga betaalt ze. Ja. Maar het is groeiende, want de aanbesteding van 8 jaar, dat is meer dan hetgeen wat we de afgelopen 4 jaar gehad hebben. Want de verwachting is dat we volgend jaar meer kleding krijgen. Ook krijgen we... Het is meer dan alleen Defensie. Het is eigenlijk nu een contract met de overheid. Ja. Want de bedoeling is dus dat ook de nationale politie en de brandweer... dat ook die kledingstromen... Ja, dat je ook die kledingstroom gaat krijgen. Die kledingstroom gaat ook richting de biga komen. Dus er komt heel wat op ons af. Dus het is zeker een groeiend bedrijf. Ja, want ik vraag me dan ook af... Ik wil niet onbeleefd zijn om je leeftijd te vragen... maar als jij al, Danielle, 25 jaar in het vak zit... Ja. Kun jij dan nog groeien daarin? Kun jij nog heel lang meedraaien om te zeggen... nou, dat maak ik allemaal nog mee, die politie en die brandweer... en alles wat er binnenkomt? Ja, ik denk het wel. Ik hoop het wel, want ik vind het echt leuk werk. Nou, dat zou hartstikke fijn zijn. En hoe is dat voor jou, Adrie? Hoe zie jij je toekomst? Dat blijft bij de biga? Dat is ja, het beste? Ik moet nog 17 jaar als het goed is. En dan, ik blijf wel lekker bij de biga lopen. Ja. Dat doe ik wel. Ja, zeker weten. Het is een hele goede maatschappij, zeg maar. Ja. Je kan gewoon... je krijgt die cursussen en zo. En ik heb nooit in het groen gezeten, dus ik wist niet eens wat het verschil tussen een viool en een... Nee.
En de contrabas zeggen ze dan. Maar ja, dat flauw, want dat is iets anders. Maar ja, tegenwoordig, ik heb een beetje de cursus allemaal gevolgd en plantenkennis gedaan. Dus ik ben een beetje meer een gegroeid en ik vind het alleen maar leuk. Vind je het een fijner gevoel om nu te werken dan toen je vroeger voor jezelf werkte en eigenlijk wel die stijgers op kon klimmen? Ben je een ander mens erdoor geworden dat je dit ook heel erg waardeert nu? Ja, ik vind het op zich het werk. Het is minder gevaarlijk dan in de bouw in ieder geval. Ja. Dat is ook veel harder werk. Ik heb altijd in de blokkenlijn gezet, meters bouwen en alles. Dus ja. En nou, je moet nou ook je werk doen. Je moet ook zorgen dat je vakken klaar krijgt. Ja. En dan met afkeuringen en zo. En nou, de bladcampagne ook. Ja, het is langs de weg af en toe ook wel gevaarlijk. Nou, dat vind ik zeker. Dat wil ik best wel even zeggen. Want ik heb er niet zoveel last van. Maar als je dan een collega van mij hebt, die zit dan in Den Dolder. Daar rijden ze gewoon. Daar zetten ze afzettingborden, auto's neer en... Dus komen ze gewoon nog steeds ik met 80, 90 voorbij. Ik vind dat de mensen heel erg goed moeten uitkijken als er mensen aan de weg bezig zijn. Want ik vind het levensgevaarlijk. Ja, dat klopt. Die tussenwijk is gauw, maar zo is de waterweg. Daar rijden ze gewoon door. Ze kijken nergens naar. En dan zie je gewoon netjes je afzetting worden. Ja. Je auto ervoor. En toch er nog langs heen. Ze hebben geen geduld. Nee. Adrie, ik wou een vraag stellen, maar die ontschiet me even. Dus ik ga even naar Peter. Want dan komt die vraag die komt vanzelf alweer. Peter, jij bent jobcoach. Wat houdt dat in voor jou? Nou, ik ben nu jobcoach. Dat is eigenlijk ontstaan doordat wij aan het veranderen zijn als bedrijf. Vroeger hadden we, als we dan kijken naar het intern bedrijf, wat binnen zit, waar Danielle zit, er zat vroeger zo'n 250 man binnen. En nu heb je het met 100 man in zijn totaliteit heb je het wel gehad. Dus er waren een hoop teamleiders over. En het werk verplaatste zich, want de mensen bleven wel, maar het werk verplaatste zich naar buiten. Ja. En we merkten toen ook wel dat de mensen buiten, dat het wel een stuk liep eigenlijk, dat het niet ging. En dat had eigenlijk te maken met te weinig begeleiding naar buiten. Ja. Je moet je voorstellen dat bedrijven niet zo gek veel ervaring hebben met mensen met een beperking. En ze moeten iemand toelaten eigenlijk. Hè? Dat is ook toch iets wat nu steeds meer gelukkig gebeurt. Ja. Maar ze moeten wel de regels kennen en weten hoe ze met iemand om moeten gaan. Nou precies. En dat is hetgene wat wij dan doen. Dat stukje bijbrengen. Niet alleen de mensen begeleiden met een beperking. Maar ook bedrijf, de leidinggevende. Degene die de persoon direct aanstuurt om wat tips te geven. En Peter, die mensen die dus eigenlijk in de buitendienst, zeg ik maar even, dat bedoel ik niet buiten het blad blazen, maar in de buitendienst functioneren, dus in een bedrijf of in een andere onderneming, worden die wel betaald vanuit die onderneming? Want dan ben je gewoon een werknemer in dienst van. Niet betaald vanuit die onderneming. Nee. Ook die mensen zijn gewoon bij de Biga in dienst en die betalen de Biga. Ja. En wanneer die mensen ziek zijn, dan blijft alles hetzelfde voor die mensen. Dat wordt allemaal door de Biga geregeld. Ja, want nou kom ik weer ineens, goed dat je dat zegt, op de vraag aan Adrie, maar die geldt ook voor Danielle. Hebben jullie ook recht op een vrije dag? Of moet je gewoon, omdat je al van zoveel afhankelijk bent, zeggen, ik moet de hele week werken? Of mag je zeggen, nou, mijn zusje trouwt volgende week, ik noem maar wat. Mag ik een vrije dag? Ja, wij kunnen gewoon een vrije dag nemen. Je kan gewoon een vrije dag nemen? Ja, wij hebben zoveel verlofdagen. En wij werken buiten dan. Degene die 40 uur werken, of 36, die sparen ook in de week dan compensatieuur op. Ja. En hoe is dat voor jou? Hoeveel uren kun jij werken? Ik werk gewoon 36 uur. Je werkt 36 uur? Ja. Dus jij bouwt ook die compensatie op? Ja, precies. En hoe is dat voor jou, Danielle? Hoe zit jij met je uren? Ik werk 4 dagen. Hele dagen? Hele dagen vrij, dus ben ik vrij. Ja. En ik werk van 10 tot 4:30. Eigenlijk moet van 8 tot 4:30, maar dat houdt niet vol. Dat ga je niet, nee, dat weet je niet. Dus dan werk ik 4 dagen en dan ben ik op vrijdag vrij. En eigenlijk met mijn jubileum hoefde ik die dag niet te werken, maar ik wilde wat mensen het werk laten zien. Ja, dus dat is een leuk idee. Dat was leuk. Ja. En dus die dag die heb ik dan nog te goed. Dus dan mag je nog een andere vrije dag voor nemen. Mag een andere vrije dag voor opnemen, ja. Maar als je dus 4 dagen werkt en jij werkt wel 36 uur, hè? Want wat is de hele werkweek? Dat is toch 40 uur bijna of meer? Nee, het is een werkweek bij ons 36 uur. Is toch bij jullie 36 uur. Maar als jij dus minder werkt, krijg je ook minder salariering, denk ik, hè? Ja, ik werk 28 uur. Ja. Maar kom je daarmee uit met hoe je leven moet? Met het geld wat je hebt?
Ja, denk dat, het wel. Je denkt het wel. Dat zit wel goed. Ja. Want zijn daar nog regels voor? Dat de een wel langer kan werken en de ander niet? Peter, mensen ik vraag hebben het aan jou. Dan een aanvulling. Een aanvulling. Dus als men 20 uur per week werkt en men haalt niet het wettelijk minimum, dan krijgt men dan krijg je een aanvulling. Nou, ja. Daar was ik even nieuwsgierig naar. Dus dat gebeurt allemaal op goede condities. Ja. Hoe groot is de biga hier in de buurt? Ja, je zei al van we zijn voor verschillende plaatsen. Bunnik en Zeist en de Utrechtse Heuvelrug en Maden en Wijkbeduursteden en De Bilt. Hoeveel mensen moet ik me daarin voorstellen? Als we kijken naar de medewerkers, de SW-medewerkers, dan moeten we zo denken aan een... Ja, dan moet ik het ook ja, een beetje gokken hoor. Ja, dat geeft 400, 450 ja, dat man. Is ongelooflijk veel. Ja. En hoeveel van die mensen werken er nou zeg maar binnen? Dat had je al genoemd, maar ben ik even ja, dat zijn er nu nog zo'n 100, denk ik. Een goede 100. En welke mensen werken, of welke, maar hoeveel werken er dan buiten in andere ondernemingen? Kun je dat een beetje noemen? Ik denk dat er zo'n 80 mensen... Ja, dat een is even hebben. Een gok hoor. Ja, maar een, dat geeft niet. Een detachering, dat we een beetje een idee hebben. Ja. En dan nog in de groen dan nog een 100. Ja, ik zei net 450, maar het zijn er wel minder. Ja. Want het is namelijk zo. In 2015 hebben we de nieuwe wet gekregen. Ja. De participatiewet. Dus we zien de SW-populatie alleen maar kleiner worden. En hoe komt dat, denk je? Nou, dat komt omdat er geen nieuwe instroom meer mag komen. Ja. Dat heeft de wet gezegd. Geen SW meer. Dus we zien wel mensen met pensioen gaan. En dus we zien ieder jaar het kleiner worden. Maar de mensen met een beperking blijven. Zijn er natuurlijk nog wel. En die komen wel. Er ook bij. Hè? Want we hebben nog niet die maakbare wereld die heel veel mensen willen. We zijn nu druk bezig. En de samenwerking bijvoorbeeld met de RSD... In Zeist, die is erg goed. Ja. En we draaien nu wat trajecten. Daar doe ik dan zelf ook aan mee. En Jeroen Verheijen, die is trainer. En er komen dan een clubje mensen, komt er dan binnen. En die worden dan vanuit de RSD, komen dan daar uit de kaartenbak. En mensen dus die tot de doelgroep behoren, die krijgen dan wat lessen. Worden ze wat vaardigheden bijgebracht. En daarnaast moeten ze wat arbeidsritme opdoen. Dat doen ze dan bij ons. Ja. Bijvoorbeeld in de groen. Ja. Of het intern bedrijf. En dan gaan wij zoeken voor die mensen naar een baan. Ja. Een echte baan. En dan als we dat dan gevonden hebben. Als we een goede match hebben. Dan krijgen ze een loonwaardemeting heet dat. En dan wordt er gekeken, wat is hun loonwaarde? Wat is het percentage? Bijvoorbeeld een 50-60%. Ja. Nou, dan krijgen ze 50-60% betaald. En die andere 40% betaalt de overheid. Ja. En zodat een bedrijf ook dan eerder geneigd is om zo iemand in dienst te nemen. Want je eigenlijk ook een beetje lekker maken. Hè? Ja. Want ik had het net even, en dat moeten jullie niet verkeerd opvangen, over dat heel veel mensen willen een maakbare wereld. Omdat jij zei, er komen nog altijd mensen met beperkingen bij. En ik zou bijna zeggen, gelukkig dat die er zijn. Niet omdat ze die beperking hebben, maar dat ze er mogen zijn met hoe ze zijn. He, dat bedoelde ik. Ja. Dat je dat niet verkeerd terughoort. Ja. Want dat was mijn bedoeling. Maar Danielle, jij hebt al heel lang gewerkt bij de Biga Groep. Je hoopt er nog heel lang te werken. Hoe voel jij je dagelijks? Woon jij ook zelfstandig? Want dat weet ik eigenlijk niet. Ja, ik woon in Oudijk en daar hebben we 24 uur begeleiding. Ja. Dus je woont wel een beetje zelfstandig. Maar je kan altijd wel terugvallen op een begeleiding. Je hebt altijd een steuntje in de rug. Dat is fijn, denk ik. Ja, dat is wel fijn. Maar hoe is het voor jou? Ja, je vindt het heerlijk bij die Biga Groep. Ben jij een gelukkig mens? Ja, ik ben wel een gelukkig mens. Ja. Nou, dat vind ik heel mooi dat je dat kunt zeggen. Ondanks de handicap die je hebt. Ja, want ik vond het echt niet leuk toen ik echt niet kon werken. Nee. Toen was ik echt... een beetje uit mijn humeur. Toen had ik echt zoiets van, ik wil gewoon werken. Al is het maar heel klein, maar... Ja. Het kon gewoon even kon niet, even hè, met je gebroken hand. Nou, je bent een blij mens en dat verheugt mij ook. Ja. Hartstikke goed dat je hier ook was, want we moeten een klein beetje gaan afronden. Adrie, hoe is dat voor jou? Kun je ook zeggen, ik ben een blij mens en ik vind het heerlijk om voor die bigade te zijn? Ja, ik vind het hartstikke leuk en ik hoop nog vele jaren daar te kunnen werken en met plezier met de jongens op te trekken. Ja. En mag ik vragen, woon jij ook zelfstandig?
Ik woon gewoon thuis en ik ben getrouwd. Ik heb 3 kleinkinderen. Dus. En die komen straks. Ik heb 21 maanden eten straks. Dus. Zo, weet je wat? Neem vast een beschuitje dadelijk voor onderweg. Want dat is van mijn kleinkind, omdat ze geboren is. Maar wij gaan zo zoetjes aan afscheid nemen. Peter, heb jij nog iets te melden wat ik niet heb gevraagd, waarvan je zegt dat wil ik nog graag kwijt? Nou, de Biga-groep. Nu, hè, zoals we nu draaien, dat gaat gewoon hartstikke lekker. En ik kan zelfs zeggen, de Biga maakt wel een beetje winst. En die winst, dat is wel mooi, die vloeit terug in het bedrijf. Dat is een mooie vorm. Ja. Momenteel zijn we bezig, ook weer die samenwerking met de RSD, dat wij mensen geplaatst hebben bij de RSD om de kaartenbakken weer na te lopen. Van mensen die al heel lang thuis zitten en waar eigenlijk die een beetje tussen het wal en het schip vallen. En daar hebben we al een aantal mensen gevraagd. Die zijn allemaal op gesprek geweest. En mensen die weer een kans krijgen, waar dan toch nog toch wel mensen die graag willen werken en waar nou toch weer een beetje hoop is. En er zijn er zelfs een aantal die al een plek hebben. Ja, die al in ieder geval met proefplaatsingen en zo zijn ze bezig. Ja, dat is heel mooi. Peter, dat vind ik een mooi gegeven om mee af te sluiten. En blijf zo doorgaan met de prachtige Biga-groep die wij hebben hier in Zeist en omstreken. Wij gaan zo zachtjes aan naar het einde. Ik dank vast Adrie van Veenendaal. Maak er een prachtige dag van. Is het een verjaardag die je gaat vieren? Nee, dat doen wij 1 keer in de maand. Heerlijk zeg. Dan komen de kinderen. Ik zou bijna zeggen, maar dat moet je niet noemen. Waar woon je? Daar kom ik ook nog even. Oh, ja. Danielle, dank je wel dat je hier was. Ik wens je het goede, een hele fijne toekomst. Peter van Achterberg, hartstikke fijn dat je er was. Want je hebt eigenlijk je bent een waardevolle vervanger van Jeroen. Want die zou hier zijn met de medewerkers. Dank je wel daarvoor. En ik bedank Marco ook vast. Maar we gaan eerst even naar de muziek.